Openbaring hoofdstuk 21. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen. En ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen. Het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei: Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen. God spreekt. God, die op zijn troon zat, zei: Ik maak alles nieuw. Hij zei tegen mij: Schrijf op wat ik zeg, want mijn woorden zijn betrouwbaar en waar. Toen zei hij: Alles is nu voorbij. Ik ben het begin en het einde. Mensen die dorst hebben, geef ik te drinken. Ik geef ze water dat eeuwig leven geeft. Mensen die het kwaad overwinnen, zullen het eeuwige leven krijgen. Want zij zullen mijn kinderen zijn. En ik zal hun God zijn. Maar mensen die ontrouw aan mij zijn en niet moedig volhouden, die sterven een tweede keer. Die zullen eeuwig moeten lijden in de zee van vuur en giftige gas. Net als alle leugenaars en moordenaars, net als mensen die verboden seks hebben, mensen die aan toverkunst doen en mensen die andere goden vereren. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem. Toen kwam er een engel naar me toe. Het was een van de zeven engelen die de schalen droegen met zeven laatste straffen van God. Hij zei: Kom, ik zal je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. In een droom brak de engel mij naar de top van een hele hoge berg. Daar liet hij mij de heilige stad Jeruzalem zien. De stad kwam vanuit de hemel naar beneden. Ze kwam bij God vandaan en straalde met Gods licht. Als een prachtige groene edelsteen. Rondom de stad was een grote hoge muur met 12 poorten. Bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven, de namen van 12 stammen van Israël. De stad had aan elke kant 3 poorten, 3 aan de oostkant, 3 aan de zuidkant, 3 aan de noordkant en 3 aan de westkant. En de muur rondom de stad was gebouwd op 12 grote blokken steen. Daarop stonden de namen geschreven van 12 apostelen van het Lam. Een engel meet de stad op. De engel die met mij sprak, had een gouden meetstaf om de stad, de poorten en de muren op te meten. Eerst werd de stad opgemeten. De stad was vierkant, even lang als breed, 2400 kilometer lang en 2400 kilometer breed en ook 2400 kilometer hoog. Daarna werd de muur opgemeten, die was 66 meter hoog. Voor het meten gebruikte de engel de maten die mensen ook gebruiken. De stad is van goud. De stad was helemaal van goud gemaakt, zo zuiver en glanzend als glas. De muur omheen was van groene edelstenen en gebouwd op 12 grote blokken steen. De blokken waren allemaal versierd met verschillende edelstenen, elk blok met een ander soort. De poorten in de muur waren gemaakt van 12 grote parels. Elk poort was gemaakt van 1 parel en de straten waren van zuiver glanzend goud. De poorten van de stad staan open. Ik zag geen tempel in de stad, want daar is geen tempel nodig. De Heer, de machtige God, is zelf in de stad, samen met het Lam. De stad heeft ook het licht van de zon en de maan niet nodig, want over de stad schijnt een stralend licht, het licht van God en van het Lam. De volken op aarde zullen leven in dat licht en de koningen van de wereld zullen geschenken naar de stad brengen. De poorten van de stad zullen altijd openstaan. Want het wordt nooit meer nacht. Door de poorten zullen kostbare schatten van alle volken worden binnengebracht. Maar mensen of dingen die slecht zijn, mogen de stad niet in. Mensen die leugens vertellen en mensen die verkeerd leven, mogen niet naar binnen. Er mogen alleen mensen naar binnen die met hun naam in het boek van het leven staan en in het boek van het Lam.